de STERM werken we met hart, hoofd en handen. Doen we heel bewust, omdat we vinden dat je niet alleen leert met je hoofd, maar ook door te doen. Dus met je handen. En leren zonder dat je dat doet met je hart, dan kom je er niet. En je zal altijd wel iets leuk moeten vinden of je verbonden moeten voelen met, om tot leren te komen. Bij de STERN hebben we een dagritme bij de kleuters waarbij alle vijfde dagen gelijk zijn of vrijwel gelijk zijn. Iedere dag daar zit een activiteit aan gebonden. Dus op maandag hebben we een tekendag, daar gaan we tekenen. Op dinsdag een knutseldag, woensdag broodjesbakdag, donderdag schilderdag en vrijdag poetsdag. Dus dan maken we de klas schoon met elkaar. En verder hebben we twee momenten waarin we spelen, vrij spel. We hebben elke dag een kringmoment, dat is de spelend leerkring. En dan werken we aan een reken- of taaldoel met elkaar. En we hebben 3 dagen in de week gym en 2 dagen natuur. Dus dan gaan we met elkaar naar buiten en dan lekker de natuur ontdekken. Hij gaat met een glimlach naar school omdat hij hier naar buiten mag. Omdat hij mag buiten spelen. Omdat hij in de modder mag. Omdat hij in de natuur mag. En in de natuur leert. Dus leert van de bloesem in de bomen. Van de verschillende soorten schors aan een boom. Daarom gaat Faas hier met heel veel plezier naar school. Het ochtendritueel is eigenlijk voor elke leeftijdsgroep een beetje anders. De kleuters maken eerst Maarten Muis wakker. In de bovenbouw komen we juist eerst even tot onszelf. Vervolgens gaan we wat bewegen. Gaan we de spreuk doen om ook de stem een beetje op te warmen. En als dat gebeurd is, dan gaan we verder naar de opmaat. En de opmaat is eigenlijk bedoeld om helemaal wakker te worden, in je lijf te komen en zin te krijgen in de dag. Dat kan zijn door bijvoorbeeld jong leren, door kanon zingen, op de maat gooien met pittenzakjes, bodypercussie. En je merkt dat de kinderen daarna eigenlijk gewoon zin hebben om met de blokles te beginnen en helemaal openstaan. Nou, dit onderwijs helpt onze dochter enorm. Er wordt geleerd vanuit interesse. Dus de stof wordt echt daadwerkelijk goed opgenomen en blijft hangen. Het is niet iets wat ze in haar hoofd moeten stampen en wat niet meer blijft zitten. Daardoor is het kind ontspannender en relaxter en vrolijker en functioneert gewoon een stuk beter. Het is één grote gymzaal en daar kan je heel hard rennen en gillen. En ik vind het leukste daar zo, dat er een hele grote mat staat. Daar spring je dan op dat grote mat. En dan heb je daar een touw, daar moet je mee naar boven. Mee naar boven hijsen. En dat vind ik ook het leukste, want ik kan al op scheuren klimmen. De meeste kinderen nemen hun laarzen ook mee naar school. Die trekken ze dan aan en dan zie je ze slootje springen, tikkertje doen in het bos, boompje verwisselen. En omdat we zo dicht bij de natuur proberen te staan, is het mooie dat ze dat ook echt in de pauze kunnen beleven. Het fijnste moment van de dag vind ik de blokles, omdat dat heel rustig en overzichtelijk is. In de blokles zoomen we eigenlijk gedurende een periode van 3 of 4 weken in op een bepaalde periode. Dat kan een taalperiode zijn, een rekenperiode of een WO-periode. En dan gaan we elke dag een stukje verder, een stukje dieper met de kinderen. En ze beleven dat onderwijs dan echt doordat we het niet alleen voor het hoofd aanbieden, maar ook voor het hart en het handen. En ja, daardoor leren ze eigenlijk heel vanzelf en natuurlijk. Nou, dat geeft eigenlijk een heel rustgevend gevoel.
van ik heb het gemaakt en daar ben ik gewoon trots op. We hebben heel veel ruimte in de klas voor de kinderen om te spelen, zeker voor de kleuters. We hebben veel natuurlijke materialen en materialen met een open einde. Wat betekent dat de kinderen zelf er heel veel invulling aan kunnen geven. Een blok kan een blok zijn om mee te bouwen, maar ook een telefoon, een laptop spelen ze nog wel eens dat het dat is. Maar ze kunnen natuurlijk van alles maken, ook van de planken en kisten, van de blokken, van de kleedjes. Om echt die fantasie te prikkelen. De lessen op de Stern proberen we altijd terug te halen naar de dagelijkse werkelijkheid. Je rekent met breuken. Waarom reken je met breuken? Omdat je iets wil delen, omdat je het eerlijk wil delen. We leren de kinderen iets over de Grieken, omdat onze cultuur daar vandaan komt, de democratie. Hetzelfde geldt over de verhalen van de Germaanse mythologieën. Heel veel cultuurgoed zit natuurlijk, komt voort uit de Germaanse tijd. Dus we proberen altijd alles wat we de kinderen leren, daar een perspectief aan te geven wat ze terug kunnen vinden in ons dagelijks leven. Wij vangen kinderen op van 0 tot 4 jaar op het kinderdagverblijf en op de BSO van 4 tot 12 jaar. Natuurbus speelt een belangrijke rol binnen ons kinderdagverblijf en op de BSO. Wij spelen heel veel buiten met de kinderen, dat vinden we erg belangrijk. Het ontdekken is vooral daarin het belangrijkste punt. En wij hebben ook veel binnen, veel natuurlijke materialen waar we mee werken. Verder sluit de peuteropvang naadloos aan op het basisonderwijs, zodat het voor de kinderen een makkelijke overgang is. En hoe mooi is het dat een kind van 0 tot en met 12 jaar een veilige plek heeft om op te groeien? Mooier kan eigenlijk niet.